We gaan vertrekken, hè, wifi. Eerst naar de glasbol. Ik ga vandaag naar Gent om les te geven, een paar uurtjes, over video's maken. Ik ben benieuwd, normaal doe ik zo'n dingen niet. Ik heb het een beetje voorbereid, ik weet niet of ik er goed in zal zijn. Beetje spannend ook. En ik mag wifi meenemen, wat wel leuk is. En ik moest mijn skateboard ook meenemen, waarom weet ik wel niet. We gaan vertrekken. We zijn er. Ik moet in de Wasserij der Vlaanderen zijn. Geen idee wat dat is. De Wasserij der Vlaanderen klinkt als een grote wasserij. Hallo. Het is gedaan. En dan nu een rondleiding in dit rare gebouw. Oh, de kluis. Die nog nooit iemand heeft opgekregen. Wat is mijn letter zelf? Zalig. Oké. Nu nog even werken aan een projectje waar ik mee bezig ben. Ik ben gevraagd geweest door Kia, het automerk, om wat filmpjes te maken. Dus als je mijn hoofd ziet passeren op een of andere social media van Kia, dat is dus een jobje waar ik mee bezig ben. Eigenlijk is dat zo de eerste keer dat een merk mij vraagt om een filmpje te maken met mijn hoofd erop. In plaats van enkel de montage te doen of te filmen. Het is wel vrij uniek. Ik vind het wel een leuke ervaring. Ik vind het ook spannend, want het zijn niet filmpjes die op mijn kanaal komen. Het is echt voor hun Facebookpagina. Maar het kan wel iets leuks worden, denk ik. Komt er eigenlijk op neer dat ik een Kia ambassador moet zoeken en die persoon mag dan een week op reis naar Korea. Ik zal eens een preview tonen. Oké, ik heb een mail gekregen. You got mail. Een mail van Kia. Je weet wel, het automerk Kia. Hey Tom, wij zijn op zoek naar een Kia ambassador. Ambassador. Kia ambassador. Dat is dus een filmpje volledig in de stijl hoe ik mijn video's maak. Een beetje meer energie ingestoken, want ik word er ook wel voor betaald. Het is een unieke ervaring, ik geniet er zeker van. En hopelijk wordt het een succes. Ah ja, voor ik het vergeet, ik ga de winnaar aankondigen van de Spider-Man giveaway. Ik mocht een Spider-Man pakket weggeven. Ik weet nog altijd niet wat er in het pakket zit. Ik hoop enorm veel spulletjes van Spider-Man, speciaal voor de persoon die gaat winnen. Rebel TV of Rebel TV, jij hebt de Spider-Man giveaway gewonnen. Proficiat Rebel TV met de Spider-Man giveaway. Laat mij dan ook weten wat er allemaal in zit, want ik ben echt wel vrij benieuwd. En dankjewel voor uw deelname. Tot donderdag of vrijdag. Ondertussen heb ik mijn opdracht voor Kia afgewerkt. Ik begin een beetje keelpijn te krijgen. En mijn superieure belichting is afgevallen. Dus ja, ik ga het een beetje vasthouden. Eigenlijk heb ik vaak goesting om gewoon terug dagelijks een video te maken. Maar het probleem is, één keer dat ik daaraan begin, dan komt er plots zo'n opdracht binnen die alles van mezelf opeist. En dan verwaarloos ik YouTube echt van dag op dag. Maar nu Kia zo vraagt aan mij om een filmpje te maken in de stijl van mijn video's, met mijn gezicht erop, dan heb ik zo toch een beetje het gevoel dat het begint te werken, dit YouTube-kanaal. Ik heb er al veel energie in gestoken en ik doe het nog altijd heel graag. Maar soms is het moeilijk om het vol te houden. Gewoon omdat het zoveel energie vraagt. Ik ben nu juist klaar met de eerste video dat ik moest maken voor Kia. En het doet wel deugd. Ik weet niet of dat het een succes zal zijn, maar ik ben blij. En dat komt ook grotendeels door jullie. Want jullie motiveren mij natuurlijk om meer video's te maken. Merci daarvoor.